Davy Magiek gaat aan de buitenkant naar voren en zo gaan de paarden de laatste bocht in. Kanonde dan Doest in het derde spoor, Davy Magiek in het vierde spoor en de nieuwe leider is halverwege de Tjarda bocht Disco Jet. Disco Jet aan de buitenkant Falco di Vief. Daarachter aan de buitenkant gaat Davy Magiek alsmaar verder door naar voren. En Merod Gigi komt er ook aan. Die is aan de late kant, maar die komt nog wel dichterbij. En zo zijn ze in de laatste rechte lijn. En er komt aan de buitenkant Gerrit de Jong en Diggy Hof met z'n tweeën. En ze liggen nu met vier paarden op één lijn. Ze zijn in de laatste meters. Daar komt nog een vijfde paard. Op één lijn, op weg naar de streep. Disco Jet aan de binnenkant. Emerald Gigi aan de buitenzijde. En die neemt over. Emerald Gigi wint op de streep. Disco Jet tweede. En derde is Davy Magiek. 16-1 voor de winnaar. Daar staat hij, dames en heren, Dickie Hof. Hij wint voor Peter Delis. We hadden het vandaag over zijn paarden met Peter Delis. En hij dacht vandaag gewoon een winstkans te hebben. Die had hij. En die is officieel, Hans? Jazeker. Dat is mooi. Dickie van harte, op zijn zachtst gezegd, je stond er aardig in. Ja, hij stond er gegoten in, zoals je het zegt dan. Winnen met een halve lengte, maar was het makkelijker dan dat? Ja, nou goed, het is niet echt een paard van kap af, dus ik zoek natuurlijk een ruggetje. En ja, dan zit je natuurlijk wat achter in het veld, dan gaan ze 19 rijden, zit je ook niet op te wachten. Dus zou ik zelf aan de overkant gaan, toen ging gelukkig Caroline rijden. Dus die brachten we nog naar de laatste hoek. Ja, dan moet hij heeft een stukje speed, dus ja, was een beetje gok. Het is, het is gewoon een heel lekker paard, maar het is niet voor niets dat hij niet zo heel vaak wint, zeg maar. Nou, dat weet ik niet. We proberen het volgende week geloof ik weer. Maar goed, het is niet een paard van kop af, zegt Bart. Dus ja, dan moet je het een beetje mee hebben natuurlijk. Ja, pas en meten. Pas en meten. Gefeliciteerd, Dick. Dick Joff, hij slaat hier toe met de Emerald Gigi. Een vijfjarige bruine merrie van Kites du Mexique uit Katge G. Frans Gefokt in bezit van Stal PD, trainer Bas Krebas. Geweldig gereden door Dick Joff. We gaan hem herenigen met deze Emerald Gigi. U kunt in de handen, dames en heren, voor de winnaars van de Prix Groep M6. Trotteur van onze Brons Challenge. En dat is geworden Emerald Gigi. Dickie Hof. Start is gevallen. Galopade van start af van Etat d'Esprit. En Etat d'Esprit zit er heel vervelend tussen. Die kan heel kundig tussen uitgestuurd worden. Nummer 4 galop. En de leiding wordt makkelijk genomen door Kees Hetteling met Duidenuf-Klo. Duidenuf-Klo, dat is een paard dat gekocht is, denk ik, voor de korte baan. Nou, daar is hij heel geschikt voor, want de leiding had hij makkelijk. Daarachter op de tweede plek Full Punch, Tom Kooijman in de kleuren van Frank Hazeu. En daarachter op plaats 3 volgt dan het nummer 1. En dat is Falco di Vief, een nieuwe aanwinst voor trainer Appie Boscha. Andere paarden liggen wat verder weg en zo gaan de paarden de eerste 500 meter door in 1-14-1. Leiding dus in handen van de nummer 8, dat is Duidenuf-Klo. Duidenuf-Klo, die in de kwalificatie ook lang de leiding had. Op het laatst kwamen er wel wat paarden naast, niet echt allemaal overheen. Paardje gaat dus aardig door, maar één deelnemer wacht daar niet op. Dat is Falco di Vief en die pakt hem nu al aan. Dat lijkt wat aan de vroege kant, want deze kom je in de eerste kilometer niet zo makkelijk voorbij. Paarden gaan de bocht door. Aan de buitenkant komt nu naar de vierde plaats Disco Jet met Johan van der Wal. En zo komen de paarden de rechte lijn voor de tribune in.
Veld achter de koploper gaat wat in elkaar schuiven. En de favoriet Emerald GG zien we op dit moment als voorlaatste. Dickie Hof kijkt om zijn paard heen. Ziet Davy Magique nu voor hem opduiken. Want die komt van de binnenkant af. 19.5 de tussentijd. Het gaat heel langzaam. Ook het paard van Sven Hosten maakt daar een kleine schuiver naar buiten. Gaat gelijk weer naar binnen. Dat is de nummer 3. Dat is Forge d'Après. En zo zijn de paarden alweer in de rechterbocht. Dat is ook al de voorlaatste bocht. De leiding is nog altijd in handen van Dali Deneuve Klo. Dali Deneuve Klo aan de buitenkant Disco Jet. Daarachter aan de reningzijde volgt dan Full Punch. En daarachter heel makkelijk in het tweede spoor Falco Di Vif. Andere paarden moeten wat terrein prijsgeven. Er is toch echt sprake van een tweede peloton. En dat wordt aangevoerd door de matig dravende nummer 3. En dat is Forge d'Après. En die gaat van de benen. Die springt nu weg. Aan de buitenkant komt de 6 op. Dat is Canon de la Danse. En die heeft al voor hetere vuur gestaan. Daar komt ook As Davy Magique aan. Davy Magique gaat aan de buitenkant naar voren. En zo gaan de paarden de laatste bocht in. Canon de la Danse in het derde spoor. Davy Magique in het vierde spoor. En de nieuwe leider is halverwege de Tjarda bocht. Disco Jet. Disco Jet aan de buitenkant. Falco Di Vif. Daarachter aan de buitenkant gaat Davy Magique alsmaar verder door naar voren. En Emerald GG komt er ook aan. Die is aan de late kant, maar die komt nog wel dichterbij. En zo zijn ze in de laatste rechte lijn. En er komt aan de buitenkant Gerrit de Jong en Dickie Hof met z'n tweeën. En ze liggen nu met 4 paarden op 1 lijn. Ze zijn in de laatste meters. Daar komt nog een 5e paard op 1 lijn. Op weg naar de streep. Disco Jet aan de binnenkant. Emerald GG aan de buitenzijde. En die neemt over. Emerald GG wint op de streep. Disco Jet tweede. En derde is Davy Magique. 16-1 voor de winnaar.